Voor het eerst in Nederland is er een theatervoorstelling gemaakt speciaal voor baby's van 6 tot 18 maanden. Het gaat om een circusachtige voorstelling met jongleren en acrobatiek die de zintuigen van het jonge publiek moeten prikkelen. De generale repetitie vond plaats in de Lindenberg, waar ook de eerste uitvoeringen zullen plaatsvinden. I just came across interesting fact about babies' development, and I thought, oh, that's really amazing that they can understand certain notions already. So as I had in my mind, oh, maybe we can do a performance with circus for babies. I thought we had nice element in circus that could interest babies. And what kind of elements? Where there's a really nice, interesting things to discover into circus, like acrobatic, to see people moving differently. It's interesting for babies, it's surprising, and when it's surprising, it brings the attention and the concentration there. And there's also, it's about object manipulation, about juggling. So that's also very interesting to work with objects. And so there's a lot of element in juggling, and circus, sorry, that you can enjoy when you're a baby. Werken met kinderen is niet altijd even makkelijk. Maar wie denkt dat het één grote tranenkanonade wordt, heeft het goed mis. I think they're much more capable of what people think of babies. And that's also a bit of a statement to show to parents and to theaters that babies can be a very nice audience for theaters, that they are actually really connected with their own emotions and they're present at the moment, and they're really ready to discover anything. And they're actually a very good fit for theater. De voorstelling kwam tot stand met hulp van wetenschappelijke kennis over de ontwikkeling van deze jonge doelgroep. Emily Wijse liet zich adviseren door psychologe Sabine Hunius van het Baby and Child Research Center in Nijmegen. Nou, ik vond het een hele mooie uitdaging om dingen die wij weten vanuit de wetenschap, zoals waar kijken baby's graag naar, wat vinden baby's grappig, wat kunnen ze al, wat begrijpen ze al, te gebruiken om zo'n mooi project te maken. Om zo'n mooie voorstelling te kunnen maken. Het was echt een interactief proces. Hè, van bespreken, als we dit zouden doen, denk je dat baby's dat leuk vinden? Wat zijn aspecten van dingen waar baby's door gefascineerd raken? Bijvoorbeeld, wij weten dat baby's op een bepaalde leeftijd heel erg houden van kiekeboef. Dus van dingen die verdwijnen en dan er ineens weer zijn en dan weer weg zijn. Nou ja, dus in deze show verdwijnen dan ook even dingen en dan zijn ze er weer. En dan komen ze weer tevoorschijn, daar wordt veel mee gespeeld. Naast dat het een leuk uitje is voor ouder en kind, kan het ook nog iets positiefs toevoegen. Het is denk ik deel van een, wat ik zei, een warme, stimulerende omgeving. Dus dat is fijn voor baby's. Het is leuk als ze dit mee mogen maken. Het is trouwens ook heel leuk voor ouders en verzorgers, want die genieten ook van de show, maar die genieten ook, zoals ik het heb gezien in de repetities, heel erg ervan dat hun baby dit zo spannend vindt. En ze leren misschien ook weer iets over hun baby en denken van, oh, dit vindt hij dus interessant. Oh, balletjes, daar is hij dus helemaal door geboeid. Nou, laten wij daarmee gaan spelen. Dus in die zin hopen wij dat het een effect heeft op de baby's, maar ook misschien op de ouders en verzorgers. When is this performance for you a success? When people are happy, when babies are focused, when they enjoy themselves. I think that's the success for me. If people have a nice experience during the performance, that's the success for me. Deze vrijdag is de voorstelling nog 2 maal te zien in de Nijmeegse Lindenberg. Daarna gaan ze de rest van het land door.